Anne. Dit is wel spectaculair, hè? De verandering, zeg. Want die muur liep tot hier haak zo, toch? Ja, ja, ja. En dan zat hier... Ook allemaal onderdeel van jouw Flowers and Metal, hè? Jazeker. Oh. Ja. Vertel. Nou, ze wilden natuurlijk beide een paar dingen. Ja. Plankhout en licht. Ja, want het gaat wel op een rustige manier. Voor hem, hij wil licht, hij wil plankhout, hij wil een rustige basis, maar... in een lichte, natuurlijke tint, ja, het lijkt net echt hout. Ja, lijkt wel net echt hout, alleen als je kiest voor zo'n Hongaarse punt, dat... Iets speelse, maar die wanden ga ik weer helemaal rustig doen, dus dat kan... Ook een ander soort vloerlicht? Dat klopt, dat is nog een verrassing, maar die komt later. Oké. Hier gaan ze heel blij mee zijn. Ze hadden verwarming van warp systems. Ja. En het fijne daarvan is radiatoren van de wand. Dus niet meer dat je hoeft te vrezen. Het kan gewoon op het beton. Ja. En mochten ze nou in de toekomst een warmtepomp... Nou heb ik al veel duurtjes zelfs voorbij zien komen. Maar dat we iets gaan maken van rioolbuizen is zelfs voor mij verrassend nieuw. Ja. En dat kan het, roept een boel vraagtekens op. Ja. Ja, Lisa, wat gaan we maken? In de kleur van Sven. En dit gaan we als achterbord maken. Een soort van groot stootbord achter het bed. Ja, zo moet je het zien. En dan komen er ook nog eens nachtkastjes in. Oké, Michiel, vertel. Want ik sla het op wat ze zegt, maar of ik het kan visualiseren, nee. Ik vond het ook vrij veel, maar het is... ik heb hier halve rioolbuizen. Ja. En die kan ik dus allemaal zo tegen. Dan krijg je dus zeg maar als het ware kastjes. Dat zijn eigenlijk plankjes die hier zo voorop komen. Ik kan dus strookjes behang knippen voor je. Op zich is dat wel fijn. Ja, ja zijn toch? Een stuk of 60. Dat was heel goed in Veubelen. Ja? Tini, wat fijn dat je bent gekomen met je prachtige kunstwerk op zo'n prachtige locatie. Het past eigenlijk perfect hier, past toch? Past heel goed, ja. Waar ben jij naar op zoek, Lisa? Waar ben ik naar op zoek? Nou, ik was op zoek naar bloemen. Ja, en toen kwam ik jou tegen dat ik... Het kan wel hele kietserig gebeuren, maar dat is dit zeker niet. Nee, nee. Toch? Nee. Wat kan je erover vertellen? Nou, ik heb... We gaan het een heel mooi plekje geven. Dank je in ieder geval wel. En dit gaat goed komen dan. Ja, ik denk het ook.